meest een kunstobject hier bij de centrale as. Een centrale as die het heel belangrijk nog wijzen zal van dit gebied. Het is al belangrijk, maar het zal nog belangrijker worden. En het mooiste van de centrale as vind ik, dat krijg ik zien de projectleiding zijn, is hoe er deloind is in het landschap. Het is gewoon met zorg en aandacht gebeurd. En zo is ik met zorg en aandacht zoekend naar de omgeving. En ik geloof, er is wat dienend onder natuur. Er is naar je natuurtag van gevoegd. Maar in ieder geval, de centrale as verbindt dit prachtige mooie gebied, zoals Jelle Bielsma zei, met de rest van Nederland. En wat ik als Jerris kreunt, iedereen vliegt hier met razende snelheid voorbij om de boot naar Skier of de boot de halve te hellen, maar het mooiste liet ze links liggen. En wij gingen met de hemelvaart vreunen op bezoek uit Brabant. En we hebben 3 dagen aan het fietsen geweest en ze zijn, wat is hier mooi? We hebben nooit weten dat hier zo mooi weer. Dus dat jouwt ik al aan dat er op een recreatief gebied zeer zeker een potentie is voor dit gebied. Ja, een markant gebouw zit hier. Een gebouw, mooi, een uitzicht zo'n meter heeg. Best een indrukrijk is van dit prachtige mooie gebied. Het is dit unieke gebied en ik heb de eer en genoegen ik hand om samen met Jacob Bielsma, ik trok dit natuurgebied erin. En ik heb die 2 uur, 3 uur dat we rond hebben, een verschrikkelijk soort leerd. En een verschrikkelijk soort nieuwe ding zien. Ja, deze kunstzinnige uittoren, die kist ik wel een beetje vergelijken van het is de moderne skiersteens. Friesland wie riek, dit gebied wie riek om skiersteensen. Daar hebben 800 van skiersteensen in Friesland staan. En je kan zeggen van, dit is een nieuwe skiersteens, maar dan in een mooi josker. Maar het is belangrijk dat het gebruikt wordt. Gebruikt wordt, dat alleen om te zien hoe mooi het hier is, maar ik als ontmoetingspunt. Het is een punt wat een kruispunt ik markeert van heel veel fietsroutes. Wat vroeger de route weer van Dokkum naar Drachten, is dit nou op een punt met heel veel mensen van alle kanten uit hier bij komen als ze hier op een fiets binnen of erin. En wat dat betreft kan het ik een punt wijzen met een heel veel mensen hier elkaar moedje en met name met mensen maar elkaar naar je verhaal en naar je wat was het, verhaal maar elkaar maatje kennen. Maar in ieder geval, dit punt markeert de geschiedenis van het Joerd. Te midden van het geschiedenis van het verleden. En zonder heden geen verleden zou ik meer willen. Maar deze mooie uittoer is een nieuw markant punt in dit gebied. En ik hoop dat je een heel soort mensen een soort plezier om beleven zullen. Ik dank je wel.